Goedemiddag en welkom bij de interviews op woensdagmiddag voor Borne in Beeld, RTV Borne. Jaap Besteman en naast mij Jan Stoop. Wij gaan in gesprek natuurlijk over de politiek, want dat is overal, heeft men het erover en wij gaan praten met Frans Schoon van de SP. Welkom Frans. Dankjewel. De SP in Borne. Vertel er eens iets over. Groeit dat? Of zijn jullie tevreden? En hoe zit dat? Tevreden zijn we nooit. Ik denk dat wij een redelijk stabiele partij zijn binnen Borne. Elke keer op de grens van 1 of 2 zetels. Vorig keer was het dan 1. Nou goed, we gaan ervoor dat het toch weer 2 gaat worden. Want dan heb je toch weer iets meer daadkrachten ook in ieder geval in de raad. En dat, ik zit er nu alleen. Ja. Maar genoeg mensen om je heen die helpen en die de supporten. De fractie is op zich nog wel op sterkte. Op zich zou best wel wat meer leden kunnen gebruiken. Dus, want dat aantal loopt wel af. De SP in het algemeen is inderdaad een wat oudere club. Dus er vallen aan de bovenkant wel eens wat leden weg. En aan de onderkant komt niet zo heel erg veel bij. Dat is op zich wel jammer. Dat is hier in Borne denk ik nog wel iets meer dan dat het landelijk zo is. Oké. Een belangrijk punt waar je al een paar jaar aan hebt gewerkt, dat is het buurtzorghuis. Ja. Hoe staat het ermee? Nou, vorig jaar is dat middels een motie volgens mij de vergadering die precies een jaar terug was in de begroting, is dat aangekondigd. Mm-hmm. Die is toen op verzoek aangehouden. Daar was wel steun voor, maar men vond het nog iets te vroeg. Voor het geheel. En dat hebben we toen even uitgesteld richting de woonvisie. Maar in de woonvisie zelf was daar ook geen plaats voor. Omdat er in de tussentijd ook nog weer een nieuwe visie was ontwikkeld. En dat was dan de woonzorgvisie. En daar past die heel erg goed in. Ja. En dat zal in ieder geval in het eerste kwartaal en volgens mij al in januari worden behandeld. En dan gaan we opnieuw de motie indienen. Dus je hebt niet het gevoel dat je afgewezen bent wat dat betreft? Nee. Het komt er? Ja, nee, we zijn ook niet afgewezen hoor. Okay. Ondertussen zijn er gesprekken geweest, hè. Dat heeft mijn voorgangster al gedaan, Mieke, samen met Toon. Ja. Ook met de wethouder Velten. En die was eigenlijk ook wel positief. Ja. Maar blijft het hetzelfde plan? Of blijft moeten jullie ook plan. Aan het plan sleutelen dan? Of voor, Nee, het plan blijft gewoon hetzelfde. Het is nog steeds het idee om de oude school Tolthof daarvoor te gebruiken hier. Daar zitten nu natuurlijk nog leerlingen in. Daar moeten we toch nog op wachten totdat die verhuisd zijn. En ja, dan zou dat een hele geschikte locatie zijn. Ja. Is het, gebruiken de term buurtzorghuis, ja. Ja. Moet ik het gewoon zo simpel vertalen? Een huis voor een buurt. Ja, het is een zorghuis voor de buurt. Ja, ja. Maar betekent dat je Borne straks gaat verdelen in buurten en dat elke buurt een... Daar waar behoefte is, zou dat heel goed mogelijk zijn. Het is inderdaad een idee wat ontwikkeld is, in ieder geval ook door de SP, om in ieder geval oudere mensen op het moment dat een van de twee niet meer goed kan, toch die twee bij elkaar te houden, zodat niet de een naar een verzorgingshuis gaat en de ander alleen thuis moet blijven. Ja. Want dat is nooit een fijn idee. En dat kan heel goed in dat concept van een buurtzorghuis. Dan kunnen ze wel samen wonen en dan kan er ook gezorgd worden. Maar buurtzorghuis impliceert eigenlijk ook, het is klein, hè? Het is niet, ja, kleinschalig. Het is niet voor een groot gedeelte van een stad. Nee, het is echt kleinschalig bedoeld. Ja. Van 10 tot 20 wooneenheden.
En dat veel groter zou het ook niet moeten worden, want dan is het weer heel wat lastiger om het te besturen. Ja. Maar is het ook de bedoeling dat de buurt dan ook mantelzorg verleent? Ja, in dat, tenminste, dat lijkt mij de verbinding juist. Ja. Dat gaat ook een actieve rol spelen. Dat, ja, ja, ja. Om ook de mensen weer wat meer bij elkaar te krijgen of bij elkaar te houden. Het is ook maar net hoe je dat wilt bekijken. Maar goed, we zien natuurlijk dat de laatste jaren er veel meer individualisme is. En dat je niet zo goed meer die cohesie hebt in de buurt. En dat, dat zou dit wel kunnen, goed voor kunnen zorgen. Ja. 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 Waarom is dat nou een jaar lang op de lange baan geschoven? Nou, omdat het nog niet rijp was voor discussie. Nog niet compleet rijp was. Omdat, er zijn een aantal aspecten die nog moesten worden onderzocht. En dat moeten we nu nog steeds doen. Maar er moet het ergens ingegoten worden. Ja. Er moet een akkoord voor worden voor zijn. Hè. Er moet in ieder geval voordat we ergens kunnen starten. Ja. Het geld is er al. Is er eigenlijk wel rond? In principe hoeft het geen geld te kosten. Uh-huh. Want het gebouw is er. Ja. Het enige wat dan, het gebouw zou dan voor weinig geld aan ons belang moeten worden overgeheveld. Mm. In plaats van dat het afgebroken zou gaan worden. Mm. En dan moet dat worden aangepast. En dat zou, dat is een rol van een andere partij. Wat kom ik daar even op terug. Wat stond dan in het afgelopen jaar in de weg, misschien letterlijk of figuurlijk? De visies. Werkelijk waren alleen maar de visies waar het ook in moest passen. Ja, ja. Dus dat was ook het enige wat in de weg stond. Wij hadden gehoopt het inderdaad al eerder te kunnen aanslingeren, zeg maar, en een goedkeuring daarvoor te krijgen. Ja. Maar dat was nog niet zo. En die visies die zijn nu gedaald? Ja. Dus, oké. Okay. Maar hebben jullie dan een andere, jullie die hele transitie van het gemeentehuis, daar denken jullie toch anders over? In de zin van, is het nog steeds noodzakelijk? Daar denken wij anders over, ja? Als SP zijnde. Ja? Of vergis ik me nou? Ook dat wordt in het eerste kwartaal van 2024 duidelijk. Mm-hmm. Ook hoe wij er dan eventueel over denken, want ook dat is nog steeds niet... Het is nog niet helder genoeg. Het is nog niet rond, nee. En wij krijgen daarvoor een, in ieder geval een hele infoavond met ook een stuk financiën. Ja. En ons is afgelopen dinsdag, dus gisteravond, ook weer verzekerd door de portefeuillehouder dat het financieel allemaal uit kan. Ja, goed. Over financiën gesproken, het gaat... Volgend jaar en het jaar erop nog wel goed en dan wordt het wat minder, hè? Tenminste, ik heb hier een aantekening van... Het bekende ravijn. Het ravijn, ja. 2,9 miljoen. Ja, ik heb het ook niet in mijn zak zitten, hoor. Nee. Ja. Hoe is dat... Impliceert dat er nu een pas op de plaats, of dan een pas op de plaats komt, of hoe kijken jullie daar tegenaan? Kijk, ook dat ravijn, daar is meerdere keren over gesproken en bijna alle fracties maken zich daar zorgen over. Ja. En dat is nu nog moeilijk te voorspellen. Het is weer een kwestie van afwachten hoeveel geld of de gemeentes gaan krijgen vanuit het Rijk. En dan, zoals in ieder geval ook de wethouder van Financiën zei, van, het zou ook nog wel eens mee kunnen vallen. We hebben nu het meest negatieve beeld. Er staan dat er geen geld komt of dat het doorgerekend is met zoals het van tevoren was afgesproken, dus dat er veel minder geld daar wordt in eerste instantie vanuit gegaan. Daar wordt nu vanuit gegaan en de verwachting is, en dat is nu al gebeurd met de circulaire van september, dat er al een bijstelling is geweest die positief is, anders was dat gat inderdaad nog groter. Mm. Maar goed, hoe het gaat uitpakken, ik bedoel, uiteraard maken wij ons daar ook zorgen over. Ja. Het is, nu lijkt het heel erg rooskleurig voor de eerste twee jaar. Ja. En vervolgens stap je echt letterlijk in een ravijn. Het wordt positief en het is een vrij omvangrijk bedrag. Ja. Ja. Maar dan komt daar even achteraan 2,9 miljoen. Ja, en het jaar erop nog een keer iets meer. Ja. Ja.
We hebben de woningbouw in Borne. Ja, er zijn heel veel mensen die zitten te wachten op een huis. Of ja, die willen een huis. Of je hebt migranten die zoeken een huis. Die woningbouw, dat stagneert te lang. Wat vinden jullie daarvan? Ja goed, dat zie je natuurlijk in het hele land. CO2 is daar ook weer een spelbreker in de bouw. Ja, wij zien het dat er zo snel mogelijk wel gebouwd moet worden. Mm-hmm. En ook zo snel mogelijk tijdelijk woningen moeten worden neergezet. Ja. Omdat daar ook de grootste behoefte is. Ja. Ja, je hebt echt... Valt daar dit verhaal bij? Ja. 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 Borne kiest locaties voor tijdelijke huurwoningen. Ja. Ja. Ja goed, en wat is tijdelijk? Hè? Ze staan er 15 tot 25 jaar minimaal. Ja. En het is een huis. Ja. Hoe problematisch is eigenlijk het gebrek aan huurwoningen in Borne? Is dat een klein beetje in cijfers uit te drukken? Het is vaak lastig vanwege het feit dat wij dan altijd kijken weer naar de cijfers van ons belang. En ons belang is Hengelo en Borne. Ja. Maar ze hebben wel gesplitste cijfers en daaruit blijkt gewoon dat de wachttijd voor een huurwoning in Borne... bijna twee keer zo lang is als in Hengelo. In Hengelo is er gewoon veel meer doorstroom en zijn er ook gewoon veel meer huurwoningen beschikbaar. Ja. En wordt ook meer gebouwd aan huurwoningen. En dat is hier, vinden wij in ieder geval, een heel groot probleem dat er aan sociale huurwoningen veel te weinig is gebouwd in de afgelopen jaren. Ja. Want in de Bornsmaat gebeurt dat niet, dus het moet... De Bornsmaat heeft ook 4% aan sociale huurwoningen. Ja, dat is 4%? Het. Ja, dat is dus ver en ver onder de norm. Ja, dus ver onder de pijl. Ja, daar moet echt iets aan gebeuren. Ja. Dus we willen ook heel graag, in ieder geval voor het vierde deel, wat er nu aan zit te komen, die 400 woningen. En dat is ook al toegezegd, hoor, want de gemeente kan ook niet anders, dat daar zeker 30% sociale huurwoning is en 30% voor de middengroep huur. Mm-hmm. Ja. Is verzekerd, zeg jij? Ja. Er is geen plan voor nog? Dat is men nu aan het ontwikkelen, ja. Ja, ja. Ja. En landelijk, hoe vind je dat het loopt? 25 partijen zijn er in. Ja, is iets minder dan de vorige keer. Ja. Maar SP valt wel op. Volgens mij doen ze dat altijd wel. Ja, dat doen ze altijd wel. Ja. En ik denk ook dat dat een van de weinige stabiele factoren is binnen alle politieke partijen. Mm-hmm. Ja, goed. Het enige jammer is dat dat het ook ons wel raakt. Hè. We hebben natuurlijk wel een redelijk stabiele basis. Ja. En we hebben ook wel eens veel meer zetels gehad. Ja, en die zijn we dus nu al jaren weer kwijtgeraakt. Ja. En hoe win je die weer terug? Nou, met 25 Want partijen. Die wordt het tendens dus is er nog steeds? Dat het terugloopt? Nee, bedoelde je dat? Nee. We staan nu eigenlijk al heel lang stabiel. Tussen de 4 en de 6 zetels. In de peiling althans. Ja. En ja, we wachten wel even af. Je kunt ook niet veel anders. Ja. Maar je ziet ook niet dat op dit moment dat de SP samenwerking zoekt of zich met partijen aansluit. De laatste mag niet van de SP. Aha. Die mogen zich niet aansluiten bij andere partijen. Dat is, mm-hmm. Dat is zo bepaald in hun regelgeving. Ja. Ja, en aansluiting zoeken, dat is maar ik bedoel meedoen in als regeringspartij. Dat hoeft van jullie ook niet zo nodig. Hoeft niet, nee. Mm. Nee. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, Maar goed, dat is maar net de vraag hoe hard ze links nodig hebben om een links kabinet te kunnen vormen. Ja. Ja, dat zie ik zelf eigenlijk nog niet zo heel erg zitten. Mm-hmm. Ik hoop van wel, maar ik heb er een hard hoofd in. Tendens wordt rechts. Het zal wel rechts blijven. Ja. Maar wel strijden voor arbeiders die gewoon niet aan bod komen of waar geen zicht op is. Ons hard blijven maken voor in ieder geval ook voor de gewone mens. Mm. Ja. Ja. De tweedeling van de rijken worden steeds rijker en de arme groep wordt steeds groter. Ja, daar willen we echt wat aan doen. Je ziet dat de andere partijen, die zetten daar tegenover een bestuursverandering, moet er plaatsvinden. Ja. Geloven jullie daar ook in?
Ja, een bestuursverandering in de zin van er moet beter geluisterd worden sinds we natuurlijk die ongelukken hebben meegemaakt met alle mogelijke Groningen natuurlijk en de toeslagaffaire. Ja, en die toeslagen. Ja, kijk, het meest mooie, maar dat woord mag je eigenlijk niet gebruiken daarvan, is dat de SP zich daar al jaren hard voor heeft gemaakt. Mm-hmm. En dat er niet geluisterd werd. Ja. En dat is dan nu wel het geval. En dan is het in één keer alsof er een andere partijen met dat soort ideeën komen. Van nou, wij gaan ons daar hard voor maken. En dat, ja, dan kun je dus als SP zeggen van nou, dat vinden we heel vervelend. Maar aan de andere kant, als die ideeën uiteindelijk worden uitgevoerd en het is ten goede van de mensen, is het ook prima. Ja. Ja. Wat verwacht je uit, dus bijna een vraag die we steeds stellen deze tijd, van Omzicht? Als zijnde partij die hoeveel stemmen haalt of nee, hoe die het zou gaan doen als ja, ik vind het heel moeilijk. Omzicht is natuurlijk een CDA. Ja. Haalt daar heel veel stemmen weg. Ik omschrijf het maar een beetje als een middenpartij die op dit moment lijkt liever met rechts te willen gaan regeren dan met links. Ja. En volgens mij is het zwaar afhankelijk van hoeveel stemmen die haalt of die inderdaad ook kans maakt om helemaal goed mee te kunnen doen. Voor een nieuwe partij zal dat altijd lastig zijn. Ja. Ook al pak je ervaren bestuurders. Nou, ja, klopt. Komt weer een seintje dat het afgelopen moet zijn. Of misschien wil jij nog een laatste woord zeggen. Stem SP. Hoeveel mensen... Stem SP. Heb jij een idee in Borne dat er zoveel mensen buiten de bestaanszekerheid of de echt hulp nodig hebben? Heb je daar zicht op? Die cijfers zijn er wel en wij vragen daar ook wel naar. Maar er zit ook wel vrij veel verborgen armoede. Want er zijn genoeg mensen die het niet melden en ook geen beroep doen op allerlei extra's die ze wel kunnen krijgen. Die ze wel kunnen krijgen. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Dat we die mensen niet zelf niet kunnen bereiken in die zin. Nou ja, of wij kunnen ze niet bereiken of ze willen niet geholpen worden. Oh ja. Of ze weten niet van het bestaan af. En dan de mogelijkheden zijn. Juist, en dan komt het eerste weer in beeld van kunnen wij ze dan niet bereiken. Ja, dat is een beetje het kip-en-ei verhaal. Mm-hmm. Maakt het wel lastig hoor, want die groep mensen willen we eigenlijk wel heel erg graag wel degelijk wat voor doen. Mm-hmm. Maar die groep is er? Die is er wel, ja. Ja. Okay. Ook in Bonne, ja. Ja. Ook in elke wijk? Dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik denk dat in de Bonnese mate dat niet zo heel erg geldt. Maar vooral in de oudere wijken, ja, dan wel. Ja, ja. 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 En dat is zowel ouderen als eigenlijk migranten. Ja. Goed. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Zoek en gij zult vinden. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Heel mooi. Dankjewel. Hey, bedankt Frans. Ja, dankjewel Frans. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.